dat heb ik niet zo heel vaak gedaan en ik wil dat hier ook niet doen. Ik ben vaak genoeg dus op tv en ik ben vaak genoeg in de krant geweest. Ik wil dat graag overlaten aan die kleine meisje, aan Suus. Suusje, als jij nou dat ding doorknipt, knip hem maar door. Kan daar? Toe maar, knip hem maar door. Nee, wacht even, ja, zo ja. Knip hem maar door. Nog iets? Alsjeblieft, alsjeblieft. Nou, samen met de collega's van Bulk Transport mocht ik alle voorwerpen verzamelen. En ook veel fotoboeken gekregen van collega's en Truus Slaghekkenbolk en Henk Bolk zelf. Die allemaal door mogen spitten en daar vervolgens een mooie expositie van mogen samenstellen. Samen met een tekstschrijver die een passende tekst bij de thema's heeft geschreven. En vervolgens was zeg maar, de tekst en de foto's waren de leidraad. En de voorwerpen zeg maar, die hier te zien zijn, die dragen bij zeg maar, aan het bolkgevoel zeg maar, wat wij zo graag willen overbrengen. Ja, ondertussen ben ik bijna 19 jaar werkzaam bij Bulk Transport. En het is een heel mooi bedrijf om voor te werken. Veel saamhorigheid en de gezelligheid samen om het werk samen klaar te maken. Dat, ja. Toevallig heb ik vanmiddag nog een jasje gekregen. Dat is een miniatuurversie van het pak wat ooit gedragen werd door de bolkchauffeurs. En dat jasje dat is gemaakt voor een 5-jarig jongetje genaamd Johnny Bolk. En hij heeft dat dus gedragen toen hij 5 jaar oud was. En gemaakt naar aanleiding van het werkpak wat toen gedragen werd 45 jaar geleden. Dus dat vind ik wel een heel bijzonder item dat er nu ook tussen zit. Het is ondertussen al meer dan 80 jaar. Nou, dat is best al een aardige tijd dat het nu al rijdt, zeg maar, met samen. Ondertussen rijden er 180 vrachtwagens rond door Europa. Elke dag weer. En met iets meer dan 300 medewerkers wordt elke dag alle werkzaamheden verzorgd.